Zojuist heb ik van mijn expeditieleider in Mexico vernomen dat de legendarische Tsutsutum-codex wel degelijk bestaat. In 2012, het jaar 0, gaan twee broers op zoek naar hun ontvoerde opa in Mexico. Al snel stuiten ze op een oeroud Maya-mysterie. Nou, Kini, gooi die deur maar open. Waar zit die oude? De hoofdrolspelers zijn vol bewondering voor de Maya-cultuur. Wij hebben een kalender waar we nog steeds eens in de vier jaar een jaar aan moeten passen. Of een dag aan moeten passen. En die gasten die hadden dat een paar duizend jaar geleden al. Die konden tot op de dag nauwkeurig, tot de uur nauwkeurig zonsverduistering in ons jaar voorspellen. Het is echt een totaal andere wereld als waar wij vandaan komen. Maar als je de westerse wereld en eigenlijk ook tegenwoordig de niet-westerse wereld vergelijkt met zo'n cultuur als de Maya-cultuur. Dat is niet te vergelijken. Die mensen die moeten gewoon echt een hele andere belevingswereld hebben als ons. Die gasten hadden het wiel niet uitgevonden, maar konden wel tempels bouwen die gigantisch zijn. Dus dat is zo'n moderne beschaving geweest in die tijd. En zo intelligent. Daar kunnen wij nog wel wat van leren. Ik heb het gevonden. Wat? Ik heb iets heel belangrijks ontdekt. Wat dan? Een schat of zo? Nee, dit is veel groter. Dit gaat over de toekomst van de wereld. In de serie draait het om het mysterieuze jaartal 2012. Er kan van alles gebeuren in 2012. Alles. Ja, en dat jaar eindigt een kalender. Ik mag hopen toch dat het niet waar is dat er dan iets ergs gaat gebeuren met de wereld. Want ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Ik bedoel, de wereld kan gewoon verdwijnen. Ze kan inderdaad een meteoriet op aarde knallen. Wie weet, wat landen de aliens? Maar ik denk dat ze dat nu dan wel zouden weten. En als ze zo die aan de gang zouden gaan om dat te voorkomen. Kijk elke zaterdagavond om 5:30 naar 2012, het jaar 0 op Nederland 3.